Nummer 5. De Roborock S50 is vooral een stofzuigerrobot, onder andere een van de beste, zo niet de absolute top, waaraan de vloerreinigingsfunctie is toegevoegd. In feite heeft het alle klassieke functies van de robotstofzuiger, maar daarnaast is het uitgerust met een op maat gemaakte doek die aan de achterkant van de robot wordt vastgehaakt en, na het stofzuigen, de vloer vochtig maakt. De doek wordt vochtig gehouden door water, eventueel met een beetje afwasmiddel, in een interne tank, gemakkelijk te vullen. Als u geïnteresseerd bent in dit product of de prijs ervan wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving. Nummer 4. Een ovaal model dat eruit ziet als een borstel, maar in plaats daarvan een vloerreinigingsrobot is, is Efribat 700 Indiase Rupees. Deze robot meet 37 bij 20 bij 11 cm en weegt 2,1 kg. Voor de reiniging worden twee microvezeldoeken en cirkelvormig garen gebruikt, die snel tegen elkaar aandraaien. Het dubbele materiaal wordt gebruikt om water en stof te absorberen. De doeken worden vochtig gehouden door het water in de tank van de robot. Dit gaat ongeveer 50 minuten mee, net als de batterij. Als u de prijs van dit product wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving. Nummer 3. De afmetingen van het apparaat zijn veel massaler, in vergelijking met iRobot producten, zelfs het gewicht is meer dan verdubbeld, met 3,3 kg. De robot is uitgerust met een laadbasis, maar is niet ontworpen voor een autonome terugkeer, het apparaat moet in plaats daarvan worden opgetild en op de basis worden geplaatst. iLife W400 heeft twee tanks, één van 0,85 liter die gevuld moet worden met water, waaraan u ook reinigingsmiddel kunt toevoegen. De andere, in plaats van 0,90 liter, vult het alleen de robot met vuil water. Dit is een hygiënisch systeem, waarbij het water dat al voor eerdere passen is gebruikt, niet wordt hergebruikt. De link naar de prijs van dit product vindt u onderaan de videobeschrijving. Nummer 2. In vergelijking met eerdere modellen voegt het Home Mapping en App Control toe, rechtstreeks vanaf uw smartphone, via de iRobot Home App, maar ook via Amazon Alexa of Google Assistant. Dankzij zijn vierkante vorm bereikt hij comfortabel de hoeken van uw huis. Bovendien lost de voorwas hardnekkig vuil op voor een grondigere reiniging. Zoek de link naar dit artikel in de beschrijving. Nummer 1. Als u de vloer wilt wassen met vochtige doeken, vul dan de Brava 390T-tank met warm water. Kies tussen microvezeldoeken die beschikbaar zijn voor droge of natte reiniging. In de droge modus kunt u Swiffer-doeken gebruiken. Brava 390T reinigt en wast laminaten, parket, tegels en steen. iADAPT 2.0 navigatie zorgt voor intelligente, gerichte bewegingen om het hele oppervlak te bedekken. De robot weet waar hij is geweest en waar hij nog moet schoonmaken. In de beschrijving vindt u de link van Amazon naar dit product.